We hopen dat nieuwe inwoners, ontwikkelaars, creatieve bedrijven en start-ups dit gebied steeds vaker weten te vinden. Een gebied volop in ontwikkeling dankzij de grootschalige schuillocatie bij overstromingen. Bovendien is het de bedoeling dat de huidige bewoners en bedrijven volop gaan meeprofiteren van de duurzame transformatie. Ik heb het natuurlijk over de Staart in Dordrecht. En ik heb goed nieuws, want ook jij kan meedenken over de verdere ontwikkeling van dit gebied. Waarom is de Staart volgens u zo'n bijzonder gebied? Ja, de Staart is een buitendijks gelegen gebied en ligt eigenlijk een stuk hoger dan de rest van het eiland van Dordrecht. De Staart is een gebied waar vroeger nog veel meer bedrijvigheid was dan nu. Mm-hmm. We zien nu transformatie naar veel meer woningen en we kijken ook richting de toekomst hoe dat gebied zich verder kan ontwikkelen. Nou, we staan hier voor de maquette van de IABR, dat is de Internationale Architectuurbiennale Rotterdam. Mm-hmm. Zij hebben plannen gemaakt voor dit gebied, eigenlijk meer een toekomstvisie. Zij hebben gekeken vanuit een waterveiligheid als hefboomaanpak, waarbij de gedachte is dat dit een gebied een schuillocatie kan zijn voor de rest van de stad bij overstromingen. En als je op die manier naar het gebied kijkt, dan ontstaan er allerlei nieuwe kansen. Wat betekent dat voor de huidige bewoners en bedrijven die hier nu zitten? Ja, die kunnen daar ook van mee profiteren. Een mooi voorbeeld is het Wantij, dat wij willen herinrichten als een getijdenpark. Daarmee versterk je de biodiversiteit, maar dat telt ook op voor de bewoners langs het Wantij, die er kunnen recreëren en elkaar ontmoeten. En ook voor de bedrijven die er zitten. De arbeidsproductiviteit in een groene omgeving, weten we dat die hoger is dan normaal. Jullie vragen staartenaren, mensen, maar ook bedrijven mee te denken over de ontwikkeling van het gebied. Waarom is hun stem zo belangrijk? Als wij ergens aan de slag gaan, echt aan de slag gaan, ja, dan moeten gewoon de mensen hebben meegedacht. We kunnen niet gewoon aankloppen van eruit en dit gaan we doen. Mm-hmm. Dus denk mee. En het interessante is, we hebben echt 2 jaar lang onderzoek gedaan. Echt, ja, hè, achter het bureau met architecten en al. En daar hebben ze een hele mooie verbeelding van gemaakt. Maar dat willen we nu toetsen eigenlijk. Hè? Dus en het is ook niet te snel toetsen. Hè? Ik bedoel, kom kijken en daarna gaan we met elkaar een traject in. En dat kan zomaar 10, 20 jaar duren. Hè? Want het is gewoon echt een grote verandering. En daarom moeten ze komen. Ze moeten gewoon hierheen komen. Ja, nou, dat is een mooie uitnodiging. Hoe kunnen ze zich melden om mee te denken? Nou ja, wat ik zeg, kom hierheen. Hè? Mm-hmm. Adres is Maastraat 11, de Biesboshal. Bij heel veel Dordtenaren en Staartenaren bekend. Je kan ook mailen en dan nodigen we je uit. Wil je meer weten over de mogelijkheden van de Staart? Kom dan naar de Biesboshal. Ellen en Berry gaan graag met je in gesprek om te kijken wat dit kan betekenen voor jouw bedrijf.